Vandaag is er een commissaris. Commissaris Eenhoorn heet hij. En die heeft een voorstel gedaan om het contact te krijgen met de overheid. En we weten vandaag de dag dat dat best wel heel moeilijk kan zijn met al die bezuinigingen en al dat gegraai. In ieder geval, die stelt voor om een ministerie van Digitaliteit en ICT op te richten. En ja, het is natuurlijk waarschijnlijk heel logisch dat hij daarvan de minister zal worden. Wat voor voordeel dat oplevert, weten we niet. Want in principe, ja, als je in de krant leest, kijkt en in de nieuwsbulletins ziet welk ICT-project er eigenlijk gelukt is bij de overheid en vooral wat het heeft gekost. Denk bijvoorbeeld OV-chip, de Belastingdienst die 11 miljard over de balk heeft gegooid aan, juist ja, ICT-projecten, wordt het nu ook tijd voor een minister van ICT-zaken. Wel nu, meneer Eenhoorn. Volg is voor de grap de natuur. Elk dier, stier, koe, noem het maar op, heb twee horens. Waarom moet jij dan weer als eenhoorn de digitaliteit doordrammen? Gevalletje, iets te verdienen misschien?